Goedemorgen, rond de klokje van 11 uur en wie heb ik hier in de studio? Onze ondervader. Een hele goede morgen. Een vriendelijk goede morgen. Waar kom je eigenlijk vandaan? Ik ben geboren in Amsterdam en ik woon nu in Velp. In? Velp. Velp. Nabij Arnhem. Ah, ja, want mijn maatje, kijk meneer Van der Beten natuurlijk, als ze het over wil, die komt ook uit verder. Oké. Ze luistert altijd mee, dat vind ik altijd gezellig. Dus Melanie krijgt een goedje van Robin. Altijd. Hé, vertel eens, hoe lang zit je eigenlijk al in de muziek? Dat is eigenlijk niet zo te zeggen zoals jij de vraag nu formuleert en stelt. In de muziek, als presentator, vanaf mijn 25, 26. Oké, buiten dat je zingt, heb je ook andere dingen gedaan in de muziek, zoals? Ik presenteerde karaoke-shows door heel Nederland. Oké. Okay. Toen was het al altijd, waren die grote beeldplaten, weet je dat nog? Die waren peperduur. En ook vrij zeldzaam. Maar tegenwoordig is het allemaal tot andere bedenken. Dus, allemaal, dus mensen hebben thuis veel meer geregeld. Ja. En wat houdt je dat dan specifiek in zo'n karaoke-show? Jij kwam daar gewoon en de mensen deden dan karaoke? Ja, nee, dan lagen de formulieren. Okay. Voor een op tafeltje. Ja? En dan konden ze het nummer uitzoeken wat ze vraagt en van de kruisvijf zouden we zien door zichzelf. En dan gaf ze het nummer op. En dan kwam het bij degene die dat allemaal regelt terecht. En die deed die platen in en dan moest ik hem aankondigen. Ah, met naam en toename en waarom dat nummer. En dan dacht ik eigenlijk wat jij nu ook doet. De boel aan elkaar. Ja, praten. Ja, het mooie daarvan is, want ik ken het nog wel, het is nog wel, maar het is meer in Japan en in China doen ze het nog wel. Hè? Doen ze echt nog wel, die oude mensen komen ook zo, zijn mensen ook echt in een restaurant zitten, eten, drinken erbij en dat echt die... Maar dat doen discotheken nu zelf en kroegen. Nee, maar ook, het is van die avond, maar die hebben het apparatuur allemaal zelf. Ja. En dat is een hele grote verandering. Toen had niemand op de... Precies. Maar als je nou naar het karaoke pakt, nu naar zanger. Ja. Hoe kom je nou eigenlijk op het idee van, luister, misschien is het wel leuk om iets in de zangwereld te gaan doen? Nee, het is anders gegaan. Oké, vertel. Ik ben op een gegeven moment gedichten gaan schrijven. Ik heb best wel een verleden meegemaakt. En ik heb gedichten en bij die gedichten kreeg ik melodietjes in mijn hoofd. En dat melodie en de tekst samen voor het lied. Dus dan ging ik een beetje aan de slag en dat werd een nummer. Ik kan geen noot lezen, dus dan heb je mensen om je heen nodig die dat, ook het arrangement erachter kunnen zetten. Want dat had ik ook wel in mijn hoofd, alleen ik kan niks op papier. En ik zou heel graag mensen weer tegen willen komen die mij daarin steunen, zouden kunnen helpen. Nou ja, kijk, we hebben in de wereld de tekst schrijven zat natuurlijk. En wie weet komt er iets op je pad en dan ook je weet nooit. Een van de bewegingen waarom ik hier zit, je weet ja, precies, je weet nooit. Even terugkomen op natuurlijk je zangcarrière, want je hebt inmiddels al een eigen nummer opgenomen. Dat heet Zeg Mij. Zeg Me. Zeg Me. En is het een autobiografisch nummer? Ja. Of een nummer eigenlijk op je leven geschreven? Absoluut. En wat heb je ermee aan de mensen willen vertellen met het nummer? Dat je altijd de blik naar jezelf moet houden en blijven houden. En er loopt voor eigenlijk voor iedereen wel iemand rond. Dus ze zien jij ook. Jij is helemaal uit het niets, hè? Ja, absoluut. Ja, dat is wel mooi, want Ingrid die luistert altijd wel naar DJ News. En op een gegeven moment zegt nou, weet je wie ik heb ontmoet? Dat is hier ook een vader. Nou, dan beginnen we niet goed van, dan zeg je, draai nog eens een paar. Dat maakt wel leuk, denk ik toch, iemand, net wat je ook zegt, met door eigenlijk zo'n nummer uit te brengen, komt, en dan wat je ook zegt, komt altijd weer iemand in je leven weer. Ja, precies. Ja, we gaan drijven de luisteraar. Okay. Zeg het zelf wel aankondigen. Nou mensen, uit het leven, mijn eigen nummer, geschreven. En hij is opgenomen trouwens, overigens in Antwerpen. Via Voor Weinig. Die meneer moet ook nog steeds heel erg dankbaar zijn. En op mijn eigen cd, meneer, is echt, mijn kindje noem ik het ook. Ja, en het heet? Zeg Me. Goed, man. Hé, dat was het. Het toilet moet rechts en rechts. Rechts? Ja, rechts en rechts. Net zo verdrietig als een kindje wat een deur hoort.
Zeg mij waarom jij mij inhoudt. Zeg mij, is die ander dan? Zeg me hoe ik jou weer vind.